Wetenschapper Peter Sloot probeert een heel andere werkelijkheid in modellen te stoppen. Die van de illegale henphandelaars. Wat zij doen is grotendeels onzichtbaar, maar door slimme vormen van datamining en informatieanalyse kan ook deze duistere wereld worden blootgelegd. Ze zijn moeilijk zichtbaar voor de politie. De zogenaamde dark networks. Criminele netwerken die in het donker opereren. Eén van die netwerken is die van de illegale hennepteelt. De politie heeft zicht op zo'n 30.000 mensen die in de hennepteelt werken. Maar ze weet dat het er in werkelijkheid veel meer zijn. Om deze dark networks stuk te maken, richtte de politie zich tot voor kort op de bazen ervan. Maar wat blijkt? Dit maakt het netwerk niet stuk, maar juist sterker. De politie heeft dus een andere strategie nodig om het criminele netwerk uit elkaar te laten vallen. Peter Sloot is professor in computational science in Amsterdam, Rusland en Singapore. Hij bouwt computermodellen van complexe systemen die je vindt in de natuur, de biologie, maar ook in ons menselijk gedrag. Epidemiologie is ook zo'n voorbeeld. Op het moment dat een epidemie uitbreekt, dat is een virus wat bij jou zit, wat je overdraagt, daar heb je een interactie bij nodig. En vervolgens neem je waar dat er in de krant staat op een gegeven moment van, dat is een grote outbreak. Daar reageer je dan weer op, waardoor je gedrag gaat veranderen, waardoor de epidemie weer gaat veranderen. Dus zo zie je dus dat al die dingen steeds met elkaar in interactie zijn. Dat goed te begrijpen, nou eigenlijk begrijpen we dat nog niet. We weten niet hoe we dat moeten modelleren. We weten niet in wat voor. Er is geen goede wiskunde voor, er is helemaal geen wiskunde voor eigenlijk. En wat we dus proberen is rekenregels te bedenken die dat soort gedrag beschrijven. 10 jaar geleden voorspelde Sloot hoe het HIV-virus zich zou gaan verspreiden in de Amsterdamse homo-scene. Hij verwerkte enorme hoeveelheden gegevens over hoe het virus werkt op moleculair niveau tot en met het seksuele gedrag van homo's. Een 20-tal supercomputers zetten deze informatie om in een model waarmee Sloot kon voorspellen hoe de ziekte zich zou verspreiden als hulpverleners zich zouden richten op het promoten van veiliger gedrag of als er effectievere medicijnen ontwikkeld zouden worden. Naar aanleiding van dit werk vroeg de politie of Sloot ook het gedrag van criminelen in de hennepkwekerijen een model kon vatten. Hiermee zou voorspeld kunnen worden hoe het netwerk reageert op verschillende interventies van de politie. Hier zien we een cannabisnetwerk. De bolletjes die we hier zien, dat zijn allemaal personen in het netwerk. De touwtjes, de zwarte lijntjes, geven aan dat ze met elkaar verbonden zijn. De grootte van de bolletjes geeft aan hoeveel ze met elkaar verbonden zijn. En de kleur van de bolletjes geeft aan wat voor specifieke eigenschappen zijn. Hun leeftijd, waar het land van geboorte of wat ze precies in zo'n cannabisnetwerk doen. En hier zie je zo'n clustertje met verschillende nationaliteiten. Waar je ook weer ziet dat ze heel veel met elkaar samenwerken. Dus echt eigenlijk een subnetwerkje vormen. En interessant is ook hier te weten wat nou precies hun functie is, wat hun rol in dat netwerk is. Nou, dan gaan we even naar kijken. Dan haal ik het even hier tevoorschijn. Hier zien we de blauwe, dat zijn Nederlands, en de andere kleuren, dat zijn allemaal verschillende andere nationaliteiten. Dan zien we dat hier in Nederland kennelijk verantwoordelijk is voor het verhandelen van de cannabis. Eentje die andere Nederlander die verantwoordelijk is voor de coördinatie. Hier zien we een andere nationaliteit die verantwoordelijk is voor de elektriciteit. Dus die lampen die dus warmte verzorgen, die moeten natuurlijk van elektriciteit voorzien worden. Maar hier zien we ook weer uit een andere nationaliteit die kennelijk verantwoordelijk is voor het afknippen van de toppen. Als we bijvoorbeeld naar een cannabisnetwerk kijken, dan is dat een productienetwerk die moet iets produceren, namelijk hennep. En dat betekent dat je een ruimte moet hebben waar je moet doen. Maar je kunt niet zomaar de yellow pages gaan bellen en zeggen van oké, waar kan ik nou ruimte vinden? Dus dat betekent dat je criminelen moet hebben die dat voor jou kunnen organiseren. Je hebt energie nodig om de plantjes van licht te voorzien. Je hebt de planten zelf nodig. Je moet mensen hebben die daar ook de planten onderhouden, zou ik maar zeggen. En je hebt mensen die het nodig die topping doen en mensen die de zaak weer verhandelen. Dus het is een hele productieketen die je nodig hebt. En elk van die mensen, dat zijn, zeg maar, die hebben weer hun eigen sociale infrastructuur, hun eigen sociale interacties. En dat bij elkaar noemen we dan de value chain of ook wel de cannabis netwerk chain. Van al deze mensen verzamelt Sloot informatie. Harde informatie, dat zijn arrestatieverslagen van mensen die veroordeeld zijn. En softe informatie, die bestaat uit feiten en ogenschijnlijk onbelangrijke informatie die rechercheurs en informanten op straat zien en horen. Maar het is ook wat iemand post op bright networks, zoals Hives, Facebook en Twitter.
Hiermee bouwde Sloot zijn cannabismodel. En nu werd duidelijk waarom, ondanks het feit dat er elk jaar duizenden kwekerijen opgerold worden, het netwerk maar niet stuk gaat. De politie heeft altijd gedacht dat een crimineel netwerk een top-down netwerk is. Dus ergens een baas die stuurt de hele zaak aan. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Wij hebben het strenge vermoeden dat u hem tilt op uw zolder. Wij komen dat controleren. Ja. Als zo'n crimineel netwerk, als dat een top-down structuur is, dan is de manier om dat netwerk uit elkaar te laten vallen, is de topman eraf te halen, want dan wordt de rest hopeloos en reddeloos en radeloos. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Als je al die informatie die we hebben, dus die harde en die zachte informatie, als je die nou combineert, dan blijkt dat die structuur van de manier waarop die mensen met elkaar omgaan helemaal niet top-down is, maar dat het dus een hele andere structuur heeft. De politie ging er lang van uit dat een crimineel netwerk een piramidestructuur heeft, zoals bij de maffia. Maar wat Sloot zag, is dat het netwerk niet wordt aangestuurd door één baas, maar dat het zijn eigen dynamiek heeft, waarin er veel gefreelanced wordt en mensen van posities wisselen. Het werkt als een bedrijf dat geld wil verdienen en efficiënt moet zijn. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is zo'n netwerk, zo'n productienetwerk, dat kan al een aantal jaren redelijk goed functioneren. Tijdens die jaren dat het functioneert, heeft elk van die individuen weer zijn eigen netwerk gemaakt. Dus er zit nog een heel netwerk omheen van andere criminele activiteiten, van andere sociale activiteiten enzovoort. Ondertussen, die groeit maar en die groeit maar. En ondertussen blijft dit een redelijk star klein netwerk. Op het moment dat je daar een interventie in gaat doen, je gaat er dus één uithalen, kan het zomaar zijn dat uit dat nieuwe netwerk een veel efficiëntere erin gezet wordt. En het gevolg daarvan is dat iemand die dus bijvoorbeeld dan veel krachtiger besluiten kan nemen, veel krachtiger dingen kan doen, die dan op een gegeven moment het netwerk juist een extra boost geeft. Door zomaar iemand weg te halen, loopt de politie het risico het netwerk juist sterker te maken. Maar wie moet je dan wel oppakken? Wat zegt het model van Sloot? Nou, een hele andere strategie, een hele andere interventiestrategie is dat je specifiek kijkt naar de rol van de mensen. En dan ben je natuurlijk op zoek naar de mensen die eigenlijk heel moeilijk vervangbaar zijn. Als we hier nu kijken, hier hebben we bijvoorbeeld iemand die zorgt voor de elektriciteit. Dat zijn er maar een paar van. Dat zijn echte specialisten. En die zijn er niet zoveel van te vinden die dat kunnen vervangen. En als ik die dan selecteer en dan kijk wat er gebeurt, dan zie je dat inderdaad efficiëntie wel in elkaar stoort. De baas blijkt slechts een coördinator met een managersfunctie die zo door een ander over te nemen is. Het is dus zaak een schakel te vinden die niet zo gemakkelijk te vervangen is en onmisbaar voor het bedrijf. Bijvoorbeeld iemand die ruimtes kan isoleren of irrigatie kan aanleggen. Of een elektricien. Simpel weergegeven gebeurt er dan dit. Iemand met een specialisme wordt weggehaald, maar die wordt meteen vervangen door een andere freelancer. Als die persoon ook nog wordt weggehaald, komt er vervanging vanuit het grotere netwerk eromheen. Maar als de politie de persoon met die rol blijft oppakken, droogt de nieuwe aanwas van het specialisme uiteindelijk op. Dan valt het netwerk wel uiteen. Wat de politie vervolgens hiermee doet, ja, dat is natuurlijk aan de politie om daar iets voor te verzinnen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat deze kennis die we hiermee uit deze modellen hebben verkregen, dat het ertoe leidt dat je je strategie iets gaat aanpassen. Hoe meer informatie Sloot kan verwerken in zijn modellen, hoe beter het model gedrag kan voorspellen. En daar werken criminelen zelf onbedoeld aan mee. Als je een crimineel bent, kun je ook een normaal sociaal leven daarnaast hebben. En dat kan een van het onderdeel van dat sociaal leven kan zijn dat jij dingen over jouw omgeving, over jouw vrienden en vriendinnen, dat je die post, dat je die ergens op het internet zet. Dat kunnen hele ingewikkelde stukken tekst zijn, waar tussendoor losse flodders zitten waar we nou op zoek zijn. En we hebben nu redelijk intelligente software ontwikkeld die als een soort van mijnwerkers ons in staat stelt om de relaties uit die tekst te halen. En dat heet data mining en text mining in dit geval. En daar trekken we dus stukken informatie uit. En die stoppen we weer in onze modellen. Een computermodel dat gedrag voorspelt. Maar is menselijk gedrag wel in rekenregels te vatten? We zijn toch onvoorspelbaar? Het onderzoek is om te begrijpen of alles uiteindelijk in rekenregels is te vatten. Natuurlijk hebben we vrije wil als mensen. Hoewel dat ook beperkt is. Want we denken wel dat we vrije wil hebben, maar we hebben eigenlijk een redelijk beperkt scala waaruit we uiteindelijk allemaal kiezen. Dus als je naar gedraganalyses kijkt, dan is er heel veel voorspelbaarheid zit daarin. Er is een groot verschil met 5 of 10 jaar geleden. De wereld is echt volkomen anders. Nu posten mensen van alles nog wat op het internet. Als ik gewoon systematisch blijf volgen wat mensen op zo'n internet plaatsen, dan kan ik als het ware gewoon ook heel veel leren van gedrag, wat we eerst niet konden.
voorheen was de sociologie en de gedragspsychologie was heel veel, bijna filosofisch, als ik het zo mag zeggen. Maar nu is er zoveel meer data wat er voorheen niet was. Data die mensen allemaal zelf online plaatsen. Die we kunnen analyseren en waar vervolgens weer modellen uit kunnen maken. Dus wat we zien is werkelijk een exponentiële groei in een dieper inzicht in hoe we met z'n allen omgaan. Ja, de politie wil nog geen commentaar geven op de resultaten van het onderzoek van Peter Sloot.